Zo, het is weer weekend. Hoog tijd voor een nieuw weekoverzicht. Mijn naam is Pierre Gorissen en jij luistert naar de Educast. Welkom bij Educast 123 van zondag 11 maart 2006. Met deze week weer het weekoverzicht van de educatieve podcaster. Met aandacht voor opgroeien in de virtuele wereld, podcasting en zo, veel screencast en wat is jouw smoes om nog geen weblog te hebben? Show notes staan op www.educast.nl en daar vind je ook de verschillende versies van de Educast, plus de RSS-feed om een abonnement te nemen. Reacties zijn van harte welkom, dat kan via de site of via de mail naar educast@gmail.com. De gebruikte muziek is 100% PodSafe en ook vandaag afkomstig van het PodSafe Music Network. Even terug naar vorige week en het bericht over de zelfmoord van een 14-jarige jongen uit Bunnik die zichzelf zou hebben opgehangen omdat zijn account op RuneScape werd gehackt door zijn vriend. Er ontstond wat discussie over de vraag of dat nou wel de belangrijkste aanleiding was en sowieso of we daar online over zouden moeten discussiëren. Nou, ik denk van wel, zolang we het maar netjes houden. Maar neem anders Patrick, die zijn vriendin uit de online wereld Second Life in Boston ging opzoeken en dat tot zijn zichtbare teleurstelling achterkomt dat ze in het echte leven toch heel wat anders is dan in de online wereld. Maar neem ook de uitspraak van Gideon, overigens die niet in dat rijtje thuis hoort, die aangeeft dat voor hem online en offline samensmelten. Iets waar ik me wel heel wat in kan vinden. Online relaties worden steeds echter en tel zelf maar eens na hoeveel mensen je voornamelijk online kent. En het gaat me ook niet zozeer om het wijzen van een vinger naar mensen waarbij het mogelijk misloopt. Het gaat me wel om het duidelijk maken dat het sprookje van de jongeren die zich probleemloos weet te redden in die nieuwe werkelijkheid een gevaarlijk sprookje is. Want jongeren, kinderen, maar ook voldoende volwassenen, die soms wat het online deel van de wereld betreft nog echte kinderen zijn, hebben gewoon hulp nodig bij het vinden van een weg. Dus niks digital natives versus digital immigrants. Je kunt er niet zomaar van uitgaan dat jongeren hun weg vinden. Niet in de offline wereld en niet in de online wereld. Dat zullen ze uiteindelijk wel moeten leren, maar daar hebben ze hulp bij nodig. En dan niet door het afsluiten of filteren van ongewenste content, maar door ze ermee te leren omgaan. En dat is eigenlijk ook dus niks nieuws en niet iets van alleen de online wereld. Maar er zijn dus nu mensen die zich zorgen maken over het feit dat kinderen te veel over zichzelf vertellen of te veel van zichzelf laten zien op MySpace of andere sites. Maar die Patrick, die voor de camera's vertelde over zijn Second Life ervaringen, realiseerde zich waarschijnlijk ook niet dat hij, vind ik, meer vertelde over zichzelf dan dat hij gewoon zou moeten. Maar dat is gewoon op tv, niet op een of andere website. En als we ze dit dus nu niet bijbrengen, zal het aantal incidenten alleen maar toenemen. En daar zullen we dan internet of het gevaarlijke online wereld de schuld van geven, terwijl wij gewoon verzuimd hebben om ermee om te leren te gaan of om anderen ermee te leren omgaan. Ja, goed. Vorige week ook een groot aantal podcast gerelateerde berichten en daar wil ik nog wel even op terugkomen. Allereerst natuurlijk de schrik afgelopen zondag van de voorgenomen sluiting van potfeed.nl, die gelukkig voorkomen kon worden dat er een aantal mensen waren die mee wilden gaan trekken. We zullen dus even moeten afwachten wat het gaat worden. En kan Leon eigenlijk wel begrijpen, want je moet iets goed doen of niet doen, vind ik tenminste. Daarom was er vorige week ook geen Educast. Hoewel toen het zondagavond was, was de batterij even leeg, na te intensief duiken in andere dingen. En ja, dan is het niet verstandig om er toch nog even eentje af te raffelen. Gelukkig, deze week is die batterij nog lekker vol. Raar is overigens dat de downloadteller van die aflevering met alleen maar muziek bij potfeed.nl ruim 2 keer zo hoog is als van de voorgaande reguliere afleveringen. Ik bedoel, de teller begint al te tellen zo gauw je erop klikt, dus helemaal afluisteren hoeft niet eens. En ja, mensen zullen dus niet eens geweten hebben dat ik helemaal niks ging vertellen die aflevering, dat het alleen muziek was. Ik weet niet of de afwijkende titel zoveel extra luisteraars getrokken heeft, maar als jij het weet, mag je me vertellen. Vorige week ook een bericht over en een verwijzing naar de workshop van Alan Levine, die volgens mij zelf niet 100% tevreden was over hoe zijn workshop over podcasting de eerste keer liep. Maar de wiki met bronnen die hij samengesteld heeft is er zonder meer in de moeite waard. En een andere grappige conclusie, of eigenlijk vraag, was die van Susan Lister, die zowat bedenkingen heeft bij het gebruik van podcasts in het onderwijs. Ze is dan wel betrokken bij een project waar het juist gaat om het optimaliseren van colleges en frontaal onderwijs, maar ze geeft zelf aan dat ze verwacht had dat dat juist een uitstervende werkvorm zou worden. Maar de introductie van podcasts lijkt het voor haar juist nieuw leven in te hebben geblazen. Oftewel, houden we een dinosaurus in leven? Maar ze stelt ook heel terecht dat er heel veel nieuwe vragen zijn als je gaat nadenken over hoe je dat het beste aan moet pakken. En ik ben het met haar eens dat we meer onderzoek nodig hebben naar de manier waarop we dit het beste kunnen aanpakken.
Als we nou alleen nog maar wat meer docenten ook in Nederland zo gek kregen om hiermee aan de slag te gaan. Want ja, ondanks dat het hier in Nederland traag gaat, zie ik aan wat er met name in de VS gebeurt, dat we er niet aan zullen ontkomen. En dat docenten op termijn gewoon standaard mediatraining zullen moeten krijgen. En dan niet zoals vroeger training in het gebruik van media, dus bijvoorbeeld van hoe gebruik ik een video in de les of hoe knip ik een filmpje, maar gewoon zelf participeren in zo'n video of podcast. En dat is eigenlijk ook een logische brug naar het volgende onderwerp, screencast ten behoeve van onderwijs. Vorige week heb ik, zoals ik al zei, veel tijd doorgebracht op de site go2andlearn.com. Dat is een site waar met behulp van filmpjes, ook nu weer gemaakt met Camtasia overigens, ik heel veel kon leren over het programmeren in Flash. En ik heb al gemerkt dat, ik heb heel veel boeken gewoon over programmeren gelezen en dat werkt ook altijd heel goed. Maar zo'n filmpje waarbij iemand je gewoon vertelt van kijk, dit is wat ik doe, dit is programmacode, zo ziet het eruit. Ja, dat heeft toch ook wel heel wat. Nou, ook Hans Mesteren produceerde deze week weer een aantal screencasts en hij rekende uit wat hem dat een tijd gekost heeft. Heel veel dus. Het interview met Lee Brimlow, de man achter Go2andLearn waar ik naar verwees, is ook gemaakt met Camtasia. En dat laat zien dat je ja, dat soort tools op heel veel manieren kunt inzetten. En vandaag verwees ik ook naar een productie of website commercial gemaakt in de stijl van Lawrence Lessig. Eveneens gemaakt met Camtasia. Allemaal aantrekkelijke voorbeelden. Hoeft niet eens per se met Camtasia. Maar je merkt wel dat gewoon het aanbod van materiaal wat audio, video en animaties bevat ontzettend aan het toenemen is. En ik merk in ieder geval dat het op die manier leren gewoon heel veel aantrekkelijke kanten heeft. Nou, het zal dus gewoon een kwestie van tijd zijn voordat we daar gewoon ook in het hoger onderwijs of andere onderwijssectoren in Nederland gewoon niet aan kunnen ontkomen. En anders komt er wel iemand anders die gewoon zegt van wij doen dat wel en die het dan voor ons maakt. Maar de tijdsinschatting van Hans laat natuurlijk zien, en hij is niet eens een beginner, dat het gewoon best veel tijd en daarmee best veel geld kan kosten. En als je dus als onderwijsinstelling dat niet goed gaat oppakken, dan kun je daar gewoon niet op concurreren. Dan gaf ik zelf ook wel aan dat als je het eenvoudig houdt, je al heel veel effect kunt bereiken voor een fractie van de kosten. Maar ook dat is gewoon iets wat je onder de knie moet krijgen. Kortom, weer een teken aan de wand dat we ja, hier nu wel van kunnen zeggen van oh, dat is iets voor techneuten of dat is iets voor de voorlopers. Maar we zullen er hard aan moeten gaan trekken om ervoor te zorgen dat we dat gewoon kunnen inbedden in onze bestaande onderwijsorganisatie. Het laatste onderwerp waar ik het vandaag over wil hebben is een vraag, of eigenlijk twee vragen. De eerste vraag is, heb jij al een weblog? En de tweede vraag is van, wat is dan je smoes als je er nog geen hebt? Even voor de duidelijkheid, ik heb er nul probleem mee als een columnist in een krant aangeeft of afgeeft op mensen die een weblog bijhouden en aangeeft van dat zou ik nooit doen. Dat hoort erbij. En als die columnist zichzelf dan ook nog ongeloofwaardig maakt, dus eigenlijk aangeeft dat hij maar een broodschrijver is, dan vind ik het al helemaal lachwekkend. Maar ik maak echt de laatste tijd regelmatig mee dat mensen die op zijn minst als een deel van hun taak kennisdeling hebben, aangeven dat ze een weblog maar niks vinden. En dat mag op zich, maar ze hebben er dan geen vervanging voor. En dan ga ik er problemen mee krijgen. Nou ja, in hun ogen is het veel vergaderen en e-mailen wat ze doen, of het produceren van rapporten die in een kast terechtkomen, of slechts bij een bepaald aantal mensen bekend zijn. Dat noemen ze dan kennisproductie. En het weer rondsturen van mailtjes van anderen, ofwel zelfs uitgedraaide mailtjes of voorwoorden ervan, ja, dat noemen ze dan kennisdeling. Toch constateren ze dan regelmatig dat het slecht gesteld is met kennisdeling binnen een organisatie. Dat mensen onvoldoende op de hoogte zijn van wat anderen doen of wat op andere plekken geproduceerd is. En dan willen ze natuurlijk liefst dat weer andere mensen, vooral niet zijzelf, die informatie gaan verzamelen en bij de juiste terecht laten komen. Klinkt bekend? Dacht het al. Maar ja, ik moet dan eigenlijk altijd een beetje denken aan die spotjes van de SER van vroeger, waar ze dan altijd zeiden van de maatschappij ben jezelf. Nou, volgens mij werkt het bij kennisdeling ook zo. Kennismanager, dat ben je zelf. Maar zolang managers, coördinatoren, projectleiders, kennismanagers, teamleiders zelf op hun informatie mogen blijven zitten en zich kunnen verschuilen achter een gebrek aan tijd of het niet geschikt vinden van een medium of het te complex vinden van de tooling, zullen ze never nooit hun eigen kenniswerkers zover krijgen dat die hun kennis delen. Want dan geven ze gewoon zelf het slechte voorbeeld. En dan geven ze ook nog steeds de boodschap mee dat kennis gewoon macht is. En macht wil je per definitie niet delen.
Ja, en waarom durft de kennismanager niet te eisen dat zijn of haar medewerkers verslag doen van een congres waar ze naartoe gegaan zijn? En dan nogmaals, dan maakt het me niet zozeer uit of dat in een weblog is. Het mag ook in een videofilmpje zijn of in een podcast. Maar delen ervan is natuurlijk wel noodzakelijk. En dan is het dus niet een mailtje van ik ben er geweest. Nou, die manager kan dat moeilijk eisen omdat hij dat zelf ook niet doet. En die manager komt daarmee weg omdat zijn manager het ook niet doet. Kortom, eigenlijk de enige oplossing is dat een college van bestuur van een hogeschool of een bedrijf of waar dan ook gewoon zelf aan het bloggen slaat. Of dat bloggers ervoor gaan zorgen dat ze in het CVB terechtkomen. Dus iets voor een persoonlijk ontwikkelingsplan, geloof ik. Ze zeggen overigens dat de techneuten te rechtlijnig zijn. En met het doen van rechtlijnige uitspraken bevestig ik wellicht dat beeld. Maar voor mij staat het gewoon als een paal boven water dat we met z'n allen smoesjes aan het verzinnen zijn. Dus nogmaals, kennismanager, dat ben je zelf. En om terug te komen op mijn oorspronkelijke vraag. Wat is eigenlijk jouw smoes? Waarom heb je nog geen weblog? Of waarom heb je nog geen podcast? Waarom kan ik niet ergens terugvinden wat je allemaal doet? Of misschien doe je het wel en is het gewoon achter een firewall opgesloten. Laat het me horen via educast@gmail.com. Audio comments, gewoon een mp3'tje opnemen en attachen aan een mailtje, mag natuurlijk ook als je liever praat dan schrijft. En als er niet in gevloekt wordt, heb je grote kans dat je ze de volgende keer weer terug hoort bij de Educast. En daarmee zijn we aan het einde van de Educast van deze week. Show notes kun je vinden op www.educast.nl en daar vind je zoals gezegd ook de RSS feed voor de verschillende versies en de mp3 versie, de QuickTime versie en de WMV versie. Na de blues van de vorige week dacht ik dat ik deze week maar moest eindigen met een wat meer uptempo track. Het zijn de Hot Rod Cadets met Not The Only One. Geniet ervan en graag tot volgende keer. Doei! Say goodbye. Crossed the ocean, my fingers, my heart, and I hope to die. Walked into a room where I had no friends to say goodbye. Across the ocean, my fingers, my heart, and I hope to die. You're not the only one who feels alone at night. You're not the only one who's scared to turn off the lights. You're not the only one who regrets the days you've lost. You're not the only one who's counting up the cost. The truth was told while I was away. As the books I held swung on to the floor, you had the guts to say, you're not the only one who feels alone at night. You're not the only one who's scared to turn off the light. You're not the only one who regrets the days you've lost. You're not the only one who's counting up the cost. Into a room I had seen before, long time ago. You were the only one with the heart and mind to let me let it all go. You're not the only one who feels alone at night. You're not the only one who's scared to turn off the lights. You're not the only one who regrets the days you've lost. You're not the only one who's counting up the cost. You're not the only. You're not the only one who's scared to turn off the light. You're not the only one.
En heb je nou ook lekker zitten meeblaren?